En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Dit is Radio Rijnmond. Met Alfred Blokhuizen. Het Streekmuseum Krimpenerwaard bestaat alweer zo'n 60 jaar. En dat leidde tot deze oproep. Vier de verjaardag van het Streekmuseum Krimpenerwaard mee. De maand december zal in het teken staan van de 60ste verjaardag van het Streekmuseum Krimpenerwaard. Een belangrijk onderdeel van de feestelijkheden is de tentoonstelling 60 jaar jong. Die loopt van 30 november 2013 tot en met 5 april 2014. Een tentoonstelling met bijzondere objecten van mensen uit 1953 en hun herinneringen. Er is veel te beleven in het museum, maar het museum doet ook een beroep op u. En daarover ga ik praten met de mensen van het museum. Ik heb aan de telefoon Marieke Havers. Welkom bij Radio Rijnmond. Dankjewel. Het Streekmuseum Krimpenerwaard, wat is dat voor een museum? Het is eigenlijk een soort pareltje in... De Krimpenerwaard. We liggen hier eigenlijk in een soort woonwijk. En ineens kom je in een groene oase terecht met een erf en buitengebouwen en een sloot en een walnotenboomgaard. En waan je je echt even helemaal terug in de tijd. Wat is het doel van het museum? Nou, wij laten zien hoe men vroeger leefde, zo'n 100 tot 150 jaar terug. Door middel van een historische afdeling die we hebben met verschillende pilaren eigenlijk die uitbeelden hoe de verschillende dorpen in de Krimpenerwaard wat die deden. Hè? Wat was hun specialiteit? De walvisvaart, het zilver uit Schoonhoven, de scheepvaart in Krimpen-IJssel. Nou, zo gaan we verschillende steden, of het zijn geen steden, het zijn dorpjes, gaan we af. En wordt dat helemaal uitgelegd met filmpjes en verhalen. En natuurlijk de vaste collectie met keuken en de kelder en de stal en de pronkkamer. Je gaat echt een beetje terug in de tijd. Ja. Hoe oud is het museum trouwens? Het is een boerderij uit de 17e eeuw. En het is een halhuisboerderij. Dus dat geeft aan hoe het eruit ziet aan de buitenkant. En altijd eigenlijk een boerderij met koeien. We hebben twee broers gewoond met hun huishoudster. En pas in 1953, dus 60 jaar geleden, is het op een heel kleine manier museum geworden. En dat is eigenlijk steeds meer uitgebreid tot geregistreerd museum wat we nu zijn. Ja, nu is dat dus 60 jaar geleden. Alle reden om het te vieren, begrijp ik, hè? Ja, we gaan dat even goed vieren inderdaad eind dit jaar. Wat gaan jullie doen? We hebben een bijzondere tentoonstelling waarbij we mensen uit de omgeving van Krimpen aan de IJssel vragen om een voorwerp uit hun geboortejaar, wat heel bijzonder voor hen is, om dat uit te lenen aan ons. En ook de herinnering die zij daaraan hebben, hun eerste herinnering. En ook vragen we aan hen hoe het leven was zo na de oorlog, net na de oorlog, 60 jaar geleden. En wat ze daar dus zich van kunnen herinneren, dat zetten we op papier met het voorwerp en een babyfoto ook van de persoon erbij. En krijgen we zo'n een heel leuk beeld van 60 jaar geleden eigenlijk. Van 60 jaar geleden of van 60 jaar geleden tot nu? Ja, eigenlijk ook wel een beetje tot nu inderdaad. Maar omdat we natuurlijk het voorwerp van toen en de babyfoto en de herinnering van toen. Laat je vooral eigenlijk dat jaar 1953 zien. Maar het wordt natuurlijk verteld door degene die nu 60 jaar oud is. Dus breng je het ook wel weer een beetje naar het nu inderdaad. Die tentoonstelling, wanneer is die te bezichtigen? Want dat lijkt me ook wel een aardige klus om dat voor te bereiden. Dat is inderdaad een aardige klus. We hebben tot 30 november de tijd, want dan opent die. En is die nog tot 5 april volgend jaar te zien. Dus we hebben nog de tijd om wat te verzamelen. En we hopen dat ook door middel van deze oproep als het ware daar nog wat meer mensen op af gaan komen. Ja, en ik zou zeggen, maak de oproep duidelijker en doe een oproep.
Ben je 60 jaar of word je nog 60 jaar in dit jaar? En je hebt een mooi voorwerp wat je herinnert uit je babytijd uit 1953. Laat het ons weten op info@streekmuseumkrimpendewaard.nl. We zijn heel benieuwd. Maar het moet wel uit de Krimpende Waard zijn, hè? Ja, inderdaad. En de omgeving. Hè. Ik bedoel, Rotterdam hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Streekmuseum en de activiteiten? Dat kan op onze website www.streekmuseumkrimpendewaard.nl. En je kunt natuurlijk altijd even bellen 0180 514 866. Maar het meeste staat op de website. En dat bellen natuurlijk uitsluitend tijdens kantooruren, hè? Ja, nou, we zijn van 2 tot 5 in ieder geval open. Dinsdag tot en met zaterdag. Goed. Veel plezier met het verzamelen en heel veel succes met jullie tentoonstelling straks. Dankjewel. 93.4 FM. Radio.